We staan hier vanavond in een natuurgebied bij heren. En zoals bekend is mijn vader helaas aanwezig vanavond. Daarom presenteer ik het weer. We gaan kijken naar vannacht. Het wordt zo'n 16 graden en het is helder en rustig weer. Morgen wordt het weer een warme dag met in het noorden zo'n 27 à 28 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot een tropische 31 à 32 graden met veel zon. Er is weinig wind en die komt uit het noorden tot noordwesten in een windkracht 2. De avond is nog zeer warm. In de nacht lopen de temperaturen terug naar de 15 à 19 graden en deze is rustig en helder. Vrijdag. In het zuidoosten 32 graden en in het noorden 28 graden. Er is veel zon, wat bewolking en het blijft droog. Ook langs de kust en de wadden zeer warm weer met 25 tot 28 graden. Er is weinig wind uit het noorden tot noordwesten. Langs de kust en aan de wadden windkracht 3 in de middag. En dan gaan we nu vooruit kijken. Zaterdag opnieuw warm weer. Met 27 à 28 graden in het noorden. In het zuidoosten wordt het weer tropisch. Met 30 tot 31 graden. Een matige wind uit het noordwesten. Kracht 3 à 4. Zondag wordt een vrij zonnige dag. Met in het noorden iets meer bewolking. En daar zo'n 23 à 24 graden. In het zuiden 28 graden. Er staat ook wat meer wind. Deze komt uit het noorden tot noordwesten. En is kracht 3 tot 5. Maandag. Opnieuw veel zonnige periode en warm weer met zo'n 25 tot 29 graden en een matige wind uit het noorden. Ik wens jullie allen een fijne avond en zoals mijn vader altijd zegt, tot morgen.